Hier zo, hier was haar slechte start. En daar was ze erbij. Maar dat had wat krachten gekost, want ze was slecht weg. Maar vrij snel naar Wyman, naar Compton, naar Lucels, naar Eva Lechner, die er toen ook nog bij was. En ze ging erop en erover. Even een klein foutje tegen de paal daar. Dat deed Katie Compton erna ook nog. Hier zijn ze nog samen, Ardzoufi en Compton. Maar dan maakte Compton een foutje. Hier zien we dat. Compton ook op een paaltje gereden. En ook vooral problemen met haar ademhaling. Alweer zoals ze nadien vertelde. Helen Wyman moest ook Ardzoufi er laten rijden. Hier Compton probeerde nog wel even. Maar die astma speelde op, net zoals gisteren. De vermoeidheid ook van gisteren. Maar Ardzoufi die had van niks last. Zij vond een parcours op haar maat. Ze deed alles goed. Niet alleen de kracht was goed vandaag, maar ook de techniek. De kantjes opzoeken en heel weinig fouten maken. Hier Katie Compton met dat verkrampte gezicht wel een beetje. Heel veel spijt dat ze moest opgeven, want ze vond het parcours echt wel dik in orde. Maar ze moest opgeven. Wel een Wyman even nog tegen de grond. Nadat het wat moeizamer ging, het op en af de fiets gaan. Bij Ardzoufi leek het allemaal vanzelf te gaan. En hier over de streep met haar killer smile over de streep. En fantastische zege voor haar. Tweede plaats voor Helen Wyman.